Gefeliciteerd! Waarmee? Nou, vandaag is Beatrix jarig. Onze prinses, voorheen koningin. Ja, ik verspreek me nog wel eens. Ik zeg nog wel eens koningin Beatrix, want ja, het is heel lang mijn koningin geweest natuurlijk. En ik probeer met mijn baret een beetje haar kapsel na te doen, maar ja, je ziet het al, dat lukt niet helemaal. Vandaag is Beatrix jarig. Gaan we Beatrix tekenen? Had gekund. Dat gaan we vast nog wel een keer doen. Maar het is vandaag ook de dag van de directeur. Dus laten we eens een directeur tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is koningin of prinses Beatrix jarig. Ik zeg nog regelmatig koningin. Ja, dat is natuurlijk mijn koningin geweest vroeger. Maar ja, tegenwoordig is ze prinses. En die is vandaag jarig. Dus ja, we kunnen een vlag tekenen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Een vlag. Nou, de vlaggenstok ernaast. En dan zit er bovenop zo'n dopje. En hier een beetje schaduw zo. Dopje. Ja, want het is ook altijd met als iemand van het Koninklijk Huis jarig is, hangt er ook nog een wimpel aan, die vlag. Die kunnen we ook tekenen. Hopsakee, zo, de wimpel. Nou, die vlag kan je inkleuren natuurlijk. We kunnen dat ook doen door te archeren. Zodat we zwart-wit bezig zijn. Nou, we hebben dezelfde kleuren, dus we maken blauw nog een archering meer. Aan te geven dat het een andere kleur is. Nou, we gaan dit hier nog wat accentjes aangeven, zo van dat hij ook echt wappert. En we hebben de vlag die wappert in de wind. Nou, heel leuk. Het is vandaag ook de dag van de directeur. Misschien moeten we ook even een directeur tekenen. Hoe ziet nou een directeur eruit? Nou, misschien moeten we gewoon een mannetje tekenen met een stropdas. Dan gaan we heel simpel gaan we dat doen. Zoals ik dat eigenlijk ook bij de cursussen zakelijk tekenen doe. We hebben een mannetje, we hebben zijn hoofd. En om nou aan te geven dat dit meneer de directeur is. Ik kan zeggen van we geven hem een snor. En hij krijgt een stropdas. En dat is echt om aan te geven van... Nou, dit is meneer de directeur. Ik kan ook nog zeggen zo, oh, nog even nog een koubertje. Nou, dat is toch wel meneer de directeur, denk ik zo hoor. Voilà, meneer de directeur. Een beetje aan een desk. Ik zie jullie morgen bij de volgende tekening.